Voor deze 16 jongeren met een beperking komt vandaag een droom uit. Zij worden in de rust als echte profs onthaald hier in het AFAS-stadion. José, de nieuwe assistent-trainer van het G-team. Dat is een droom die voor jou uitkomt. Waarom is het zo'n mooie droom voor jou? Dat mensen met een beperking ook gezien worden bij AZ, zoals AZ als eredivisieteam. Ja, niet iedereen zal het weten. Een G-team, wat is dat precies? Voor mensen met een beperking, lichamelijk of een verstandelijke beperking. AZ, AZ, AZ! We zijn er nog in het stadion. We gaan ons dadelijk als echte profvoetballers op het veld toe. Hallo! Hoi jongens, hoi. Ja, prima. AZ heeft echt heel veel voor ons geregeld. Ja, ik heb bij een gesloten training geweest. Hebben ze een speciaal uitzondering gemaakt voor mij. Dan heb ik ook al echt mooi gekeken hoe ze dat kunnen doen en opgeschreven. En? Heb je al leuke oefeningen bedacht voor je ploeg? Ik ken al een hele hoop oefeningen, omdat ik zelf ook twee keer in de week train en één keer in de week wedstrijd doe. Het feit dat wij nu ook een G-team erbij hebben, nou, geweldig. Ik ben daar heel erg trots op. Ik ben assistent coach, José. Ik ben enorm blij en trots dat jullie hier vandaag bijeen zijn gekomen. Dat we handtekeningen onder een contract moesten zetten. Super, ik ben er blij mee. Ben je er blij mee? Dat we een mooie tenue hebben gekregen, dat we een mooie tas hebben gekregen. En hoe vind je het allemaal? Zo je handtekening zetten en op de foto gaan en zo'n mooi shirt te hebben? Ja, super. Ja? Dat de spelersbus mochten gebruiken. Dat we in een hotel mochten slapen. Dat is gewoon echt heel veel natuurlijk. Ja, ik denk dat ik deze claim. Hebben jullie favoriete positie? Ja, op midden. Midden? Ja. En hebben jullie leuke jongens gezien binnen het team? Ik ben op de keeper. Jasper? Ja. 1, 2, 3. 1 voor alle, alle voor 1! En straks ga je ook nog even een rondje lopen, hè, rond het veld. Zeker, ik ga echt een ereronde maken en ik ga met 1000% genieten van al die menigte en al die gezelligheid. En het is echt super. Geniet ervan, dankjewel. Zeker. Heel mooi dat AZ nu dus ook een eigen G-elftal heeft. Ze zullen dit seizoen uitkomen in de bijzondere eredivisie. Zij worden in de rust als echte profs onthaald hier in het AFAS-stadion. Het was echt een perfecte start, ja. Echt vol adrenaline, dan ik denk echt wauw. Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie.